We staan aan de Loevesteinlaan in Den Haag en we leveren hier 108 appartementen op, verdeeld over twee blokken. Nou, de unieke uitstraling van het gebouw is dat het een vrij strak uiterlijk heeft, een mooi luxe entree. Het ligt gelegen aan een mooi park met uitzicht over het park richting het centrum. Nou, we hebben dit project helemaal zelf gemodelleerd in 3D met BIM. Al onze partners die zijn er ook in meegegaan en hebben ook een onderdeel daarin getekend. En zelfs onze eigen materieeldienst heeft de tunnelbekisting gemodelleerd in het model. Nou, de plek waar we nu staan, de wijk, ja, er is al veel gerevitaliseerd. En wij konden deze grond kopen van een Haagse corporatie. We zijn plannen gaan maken, we hebben twee woongebouwen ontwikkeld. En in de tussentijd zijn we nadrukkelijk gesprekken aangegaan met potentiële eindbeleggers. Nou, die hebben we gevonden, een partij Woonhaven, die hier die 108 appartementen van ons af gaat nemen voor de middeldure huur. Wij hebben met hun een turnkey overeenkomst gesloten. Maar het unieke in die samenwerking is eigenlijk wel dat we het meer als een bouwteam hebben behandeld. Waardoor zij gedurende het proces, zowel het ontwerp als in de uitvoering, al meegekeken hebben en meegedacht hebben over het eindresultaat. Samen met de gemeente Den Haag zijn wij druk bezig geweest om te kijken of we wat extra duurzaamheidskenmerken aan dit project konden toevoegen. Naast dat deze gebouwen goed geïsoleerd zijn, dat er zonnepanelen op de daken liggen, hebben we de beide gebouwen ook aangesloten op stadsverwarming. En het mooie van deze stadsverwarming is dat daar ook nog gebruik wordt gemaakt van geothermie, of ook wel gezegd aardwarmte, waarmee we de warmte eigenlijk uit de bodem halen van ruim 2 kilometer diepte en dat zeg maar aan de gebouwen gaan toeleveren.